Ja, dan was er nog iets opvallends van de gemeente. Een felicitatie op de oude Shell-toren met daarop het oude Ajax-logo. Ja, dat maakte hij bekend gisteren tijdens zijn toespraak tijdens de huldiging, de burgemeester. Waar hij traditioneel werd uitgefloten. Maar dat uitfluiten dat verstomde vrij snel toen hij dus inderdaad bekend maakte dat er aan de Shell-toren een groot felicitatiedoek hing met het oude logo. En daarin mengt de burgemeester zich eigenlijk een beetje in de logo-discussie. Zoals bekend wil een deel van de Ajax-supporters heel graag terug naar het oude logo. De burgemeester sprak zich ook uit voor dat zijn voorkeur heeft, het oude logo. En dat is nu dus te zien levensgroot aan de Shell-toren. Nou, dat het ziet er best indrukwekkend uit en we gingen daar vandaag ook even kijken en vragen wat voorbijgangers daarvan vonden. Veel supporters willen dat het oude logo dat in 1991 werd vervangen door het nieuwe terugkeert. Daar zijn ze al jaren mee bezig en Ajax laat zich hier eigenlijk nooit echt over uit. Des te opvallender dat de gemeente het oude logo pontificaal op het felicitatiedoek plaatst. Gemeente Amsterdam nou een standpunt in de logo-discussie? Nee, het gemeente Amsterdam heeft gewoon een geintje uitgehaald. Kijk, alle supporters van Ajax, er zijn er dus meer dan 80.000, zijn erg voor dat oude logo. Vindt u zelf het oude of het nieuwe logo mooier? Nee, ik vind het oude ook veel mooier. Ik ben ook supporter van Ajax. Goede keuze van de gemeente, jawel. Dat kunnen ze best ook, goede keuzes maken. Ja, daar maakt mij niks uit. Ajax is Ajax, denk ik. Kijk, leuk. Ja, een beetje opstandigheid van onze burgemeester. Daar hou ik wel van. Prachtig, toch? Is toch uniek? Iets super unieks. Echt helemaal te gek. Oude logo, nog mooier. En de burgemeester is er nog mee eens. Nou, hoe mooi is dat? Ik had net een selfie ermee gemaakt, dus dat was wel leuk. Het is wel iets wat eigenlijk bij Ajax hoort. Dit is eigenlijk toch een beetje... Een beetje een aftreksel, vind ik. Maar dit is het oude logo. Dit is het oude logo. Hoe het ook zij, de meeste supporters van Ajax vinden het een prachtig gebaar dat de gemeente voor het oude logo heeft gekozen.